je oog om te zien op onze eerste paasdag van de Pieking om Woody Wacken te vieren. En wij zijn ook heel dankbaar dat wij dit dan na 3 jaar weer mogen vieren. Gezamenlijk met jullie erbij. Daar vraag ik om mee te beginnen. Jules de Toa van Lucas voor ons te vragen. Oh, hoe is Emma? Hoe is dat? Bij deze, ik zei Emma. Trouwe God, almachtige Vader,
We danken u dat we hier bij elkaar mogen komen in de Bijzelkerk. Wij danken u dat we mogen vieren dat uw Zoon Jezus Christus voor ons allemaal is opgestaan. En we danken u, Heer, dat we dit mogen lezen in uw woord. En we willen u vragen, zegen het woord dat straks gelezen wordt, zodat we het woord niet alleen horen, maar het ook mee mogen nemen in ons verdere leven. Wees bij ons deze ochtend. Dit alles vragen we niet uit verdienste, Heer, maar uit genade en om Jezus wil. Amen. Pembacaan Alkitab diambil dari Yahya 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Lalu menangis ia menjatuh ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabannya kepada mereka, "Tuhanlah telah mengambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada ibu, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penduduk taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." De schriftlezing is genomen uit Johannes 20, vers 11 tot en met 18 in Pluisvol. Maria stond nog bij het graf en hulp en huilde. Huilen boven zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeinde en één bij het voeteinde van het plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroeg zij haar. Ze zei: "Ze hebben mijn Heer weggehaald. Ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd." Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen." Jezus zei tegen haar: "Maria," ze draaide zich om en zei: "Rabuni," dat betekent meester. "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik ben opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters. Zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is." Maria Magdalena ging de leerling en zei tegen hem: "Ik heb de Heer gezien." En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. De engelen zien een huilende Maria. Ze stellen haar de vraag: "Waarom huil je?" Jezus ziet Maria met al haar tranen. Ook hij vraagt: "Vrouw, waarom huil je?
Maria verteld over haar emoties. Ze stort haar hart uit bij Jezus. Jezus hoort haar aan en noemt haar bij naam Maria. De huilende Maria ontvangt troost. Er is één persoon in haar leven die haar zo bij haar naam kon roepen. Dat is Jezus zelf. Haar verdriet verdwijnt voor vreugde. U hoort vast, zeker ook zelf, de indringende stem van de levende Heer in uw leven. Hij roept ons aan. En met de zekerheid van een levende Heer krijgt Maria de opdracht om te vertellen dat Hij leeft. Het gaat bij de Heer om het leven, niet om de dood. Hij heeft de dood verslagen. Een overbekende vraag, wie zoekt u? Jezus maakt van onze zoektocht een vindtocht. Hij laat ons hem vinden. Zo vaak horen wij de uitspraak, ik ben zoekend. Pasen laat zien dat het de Heer is die ons bij de hand neemt en ons een opdracht geeft. We hebben zijn vrede voor ons leven gevonden. Bij de ontmoeting van Jezus en zijn discipelen roept hij, vrede zij met jullie. Vrede voor je hart en je ziel. Een andere vrede dan de vrede die de wereld geeft. Dan zien we het leven van de machthebbers en het Romeinse Rijk beschreven een ander wereldnaam. De vrede van de Heer heeft strijd in het leven van mensen. We zien strijd in de wereld, oorlogen, ziekte. En wij mensen zijn vernieuwend in ons leven, omdat de Heer elke lockdown overwint. Wij vieren Pasen in de tijd van verzoekingen. De enige kroon en troon is die van de Heer. Zelf corona werkt voor de Heer. Jezus geeft hoop te midden van vijanden die alles willen verwerpen. Vaak zijn er wat langer in de kerststemming. De wereld verandert niet naar kerst. De wereld verandert naar Pasen. De opstanding, nieuw leven en een leven met God tot in de eeuwigheid. Amen. Oh, ik ben een wakker hoor. Ik heb heel goed. Laten we samen zingen uit Johannes 190, vers 1 en 3. Dank u dat we hierin mogen geloven.
dat de dood is overwonnen. Dat we Pasen mogen vieren. Zo vroeg in de ochtend denken wij aan de vrouwen die naar het graf zijn gegaan. De koeling baat op, het wegrollen van de steen. Dank daarvoor, Heer, dat u uw zoon gericht heeft. Dat u dit voor ons heeft gedaan. Elke dag, elke maand, elk jaar weer opnieuw. Heer, we bidden u. Wilt u bij ons zijn als we straks naar huis gaan? Wilt u voor ons zorgen, in welke omstandigheid we ook zijn? In blijheid, in verdriet, in vreugde, in hoop, maar geef ons al vertrouwen op u. Vertrouwen dat het goed komt. We bidden u voor de mensen die vandaag niet konden komen en hier misschien graag bij jou willen zijn. Over hen bidden we u. Wees met hen. Laat ook zij hun liefde voelen. Heer, wees met ons deze Paasdag, deze opstandingsdag. Mag het een fijne dag worden, samen met u. Dit vragen we u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Deze blijde boodschap, deze paasboodschap, dat deze doorgegeven wordt aan onze medemens. En dat we blijven getuigen van Christus in woord en daad. En de taak om te prediken is dat wij waardig zijn. Dat God ons zegent met zijn zegeningen. De liefdevolle genade en vrede die van God komt. Jezus Christus, die opgestaan is. En de Heilige Geest, die verenigt. Zal altijd met ons zijn. Amen. We willen eindigen met Adelaide om kapitein te zoeken. Het paasontbijt. En dan zeg ik alvast vanaf nu, eet smaak.